Goedemorgen. Het is vandaag woensdag, dit is mijn rustdag. Nou ja, rustdag. Ik mag alleen maar fietsen, ik mag niet met gewichten of andere dingen klaarjouwen vandaag. Dus ik denk dat ik eventjes ga shoppen. Vandaag heb ik als ontbijt. Heb ik, zoals je ziet, komkommer ontwikkeld met kipfilet. En onze vriendin, die houdt het heel goed in de gaten dat het niet gestolen wordt door iemand anders. Ik zou het niet weten wie, maar ze zit er strak op te kijken. En Punk! Hé? Hey? Jij weet het wel, hè. Gisteren was een beetje een saai filmpje, want er gebeurde niks. En vandaag zal ik het wat interessanter maken. Hoop ik. Ik neem u overal mee naartoe, ook in de winkels. Ik ben hier bij de Aldi en ik ga kijken of ze sportkleding hebben. Die hadden ze vandaag in de aanbieding. Eens kijken of ze mijn maat ook nog hebben. Ik heb een mooi loopshirt kunnen benachten voor me achter. Voor 9,95. 9,99 euro. Oftewel een 10 euro. Ik ben nu in Zaandam. Ik ga nu naar de Action. Om te kijken of die caloriearme reis er nog is. Zouden ze nog kosten 99 cent. Helemaal geen geld eigenlijk. Wat een hele hier. Ja, ik ga nu naar richting station. Goedendag heb je in Amsterdam ook wezen. Ik moet in de Bijlmer wezen, een beetje ver op de fiets. Ik ben nu op weg naar het station. Ik heb mijn fiets in het fietsenpakhuis gezet. En ik ga nu naar het station. Ik vind dit een van de belangstalige bouwwerken van Nederland. Het is net of er Lego alleen maar de dakjes over waren en de raampjes en geveltjes. Heel veel mensen vinden dit heel erg mooi. Ik vind het afschuwelijk. Ik ben nu eindelijk op Amsterdam Bijlmer gearriveerd. En in die metro stinkt het naar de bleek. Bah. Gelukkig. Het stond niet in de etalage, maar we zaten hem wel op voorraad. Dit is hem. Dan kan ik zometeen de buikspieroefeningen nog meer aantrekken. Dus ik ben nu weer richting Amsterdam Bijlmer Arena. En ik ga nu richting huis. Zo, ik ben weer thuis en ik ga nu aan mijn lunch. Mijn lunch bestaat vandaag uit een salade van rucola en sardine. En een kopje en de borst van gisteren. Die had ik nog over, dus. Dit is mijn lunch. Ik ga nu het laatste rondje doen voor vandaag. Net dat ik buiten ga de miezen. Ja. Nog één rondje en dan ga ik met de beentjes omhoog zitten tot het avondeten. Zoals u ziet, ik ben zijdak. Er komt opeens een baan naar beneden en ik. Ja, ik ben helemaal doorweekt. Nou, we zijn weer bij het diner, oftewel het avondeten, aangekomen. Wat hebben wij, wat gaan we vanavond eten? Gestoomde paksoi, klein beetje gestoomd.
Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben daarvoor nodig. Paksoi. Twee punten paprika's. Ik heb toevallig twee kleintjes. Knoflook. En een prei. En natuurlijk schelpvissen. Schelpjes. Het recept staat weer op alle handen. Dit is maar 39 koolhydraten. En ik doe er wel rijst bij. Maar dan doe ik de goedkope, of tenminste de calorie- en koolhydraatarme rijst erbij. Van de Xun die ik vanmorgen gehaald heb. Zo, de vis staat lekker te bakken. De groenten staan nog even te smoren. Zoals u ziet. Het wordt weer een feestelijk maaltijdje. De rijst staat er wel, dus over 5 minuten zitten we aan tafel. Zo, we zitten weer aan de tafel. De dag is voorbij. Beetje weer een drukke dag. Ik geloof dat ik geen rustige dagen ken. Maar ja, ik heb mijn spulletjes opgehaald. Ik heb een stukje nog gefietst vanmiddag. Alles ik zei, dat. En dit is het resultaat van mijn kookkunst. Gestoomde paksoi met prei, paprika, gember en knoflook en 2 moten vis, schelvis, moten met de calorie arme en koolhydraten vrije rijst. We gaan vanavond lekker weer rugby kijken. Het is geen grootste wedstrijd, maar zoals gisteravond footsie. Tegen Uruguay. Het is, ik vind het een mooie sport. Dus, ik wens u een prettige avond en een leuke dag morgen.